Sam Dirks, welkom bij VVV. Dankjewel. Je bent gehuurd van AZ met optie tot koop. Klopt, ja. Waarom wilde je graag naar Venlo komen? Nou, ik heb een goed gesprek gehad met de trainer. En ja, daar heb ik echt wel een warm gevoel van gekregen. En de club spreekt me gewoon heel erg aan. De doelen die ze hebben en dat ze nog voor de play-offs willen spelen. En daar wil ik graag mijn bijdrage, mijn meerwaarde aan geven. Je zegt goed gesprek met de trainer. Ja. Wat kwam nou uit? Wat is hij van plan met je? Of wat ziet hij in je? Ja, hij hoopt dat ik gewoon een meerwaarde kan creëren voor het team. En het team te helpen. En ik denk dat hij me daarom heeft gevraagd om te komen. Moet je daar lang over nadenken? Het was allemaal heel snel gegaan. Het was allemaal de laatste dagen van de transfermarkt. Maar eigenlijk hoefde ik daar niet zo heel snel over na te denken. Eigenlijk wat ik al zei, Venlo is gewoon een club wat uit de Eredivisie komt. En het is gewoon een mooie club en daar zou ik gewoon graag voor willen spelen. Ja. Je maakt de stap van een jong ploeg naar een eerste elftal. Ja. Wat verwacht je van die stap? Ja, dat is wel een verschil. De eerste ploeg is toch... toch wat anders. Het is wat volwassener en je speelt toch met jongens die toch een stuk ouder zijn en daar kan ik veel van leren, denk ik. Je hebt je eerste training net achter de rug hier. Ja. Wat was je eerste indruk? Positief, zeker. Echt een goed team en ik ben ook warm ontvangen en ik ben zeker tevreden. Zeker tevreden van het eerste training. Wat wil jij toe gaan voegen aan deze selectie? Wat voor een speler ben je? Ik ben wel een verdediger die rustig is aan de bal, die verdedigend zijn duels wint. En ik denk toch ook wel een technisch vaardige verdediger. Als we dan kijken naar je persoonlijke doelen voor dit seizoen, wat heb je jezelf ten doel gesteld voor de rest van het jaar? Nou, mijn belangrijkste doel is stappen te gaan maken in mijn ontwikkeling en als ik dan zoveel mogelijk wedstrijden kan spelen, dat staat voor mij wel bovenaan.